Cheert, cheert, cheert. Wat heb je daar voor moois? Ik heb een blaadje dat ik van jou heb gekregen. En er staan reacties op voor het FIFA-toernooi. Moet ik even een bloemlezing doen? Ja, dit is nog niet de winnaar, die ga ik je zo geven. Oké. Maar dit zijn alle mensen die hele leuke reacties hadden die niet gewonnen hebben. Verrassend veel level nuls. Ja, dus die hebben allemaal niet gewonnen. Je oma, level 3, zegt... Het enige goede antwoord wat ik hier kan geven is Morgan Freeman. Dit maakt de commentatoren van FIFA overbodig, aangezien deze man het vermogen heeft om een totaal lulverhaal nog goed te laten klinken. Dat klopt, maar waarschijnlijk heeft die gast 0,0 verstand van voetbal. Het is uiteindelijk Amerikaan. Kevin MNG, die heeft level 0 ook, heeft er wel de moeite gedaan om Avatar te maken. Zegt, ik heb alles over voor een potje FIFA tegen Erika Terpstra. Ik wil al mijn hele leven de winnende treffer tegen haar vieren met de pseudo-voodoo dance. Oh jongens, ik word er een beetje emotioneel van, dus sorry, maar ik laat het hierbij. Deze heb ik alleen gekozen omdat ik wilde weten hoe jij dat uitsprak. Oké, okay. Ja, voor de rest... Mindblown. Mr. Guppy, die is ook level 0 en die heeft geen avatar, zegt... Ik wil wel een potje spelen tegen Conchita Wurst. Mijn snode plan is om voor eens en voor altijd vast te stellen of het nou een man of een vrouw is. 100% fail proof system. Dude, dit is gewoon niet oké. Okay. Hoezo? Wil je eens een broekje graaien? Ah! What the fuck, man? Waarom heb je dit geselecteerd? Odaro, level 6, die zegt... Kakkie's nog aan toe, ik zit nog in Tenerife met mijn dikke reet. Maar laat mij maar tegen koning Willem spelen. Volgens mij zit hij thuis gewoon stiekem te spelen als een malle, die oude zuurstok. Oké. Okay. Denk jij dat Willem-Alexander FIFA speelt? Ik denk niet dat hij daar tijd voor heeft. Nee. Te druk met bier drinken. Ik denk dat hij wel Pokémon kan spelen. Waarom Pokémon? Doe mij een Pokémon, man. Oké, okay. Batman Jepper die zegt, level 23 overigens, tegen Jocko, hem flink afdrogen terwijl hij alleen maar ligt te janken over hoe kut voetbal is. Even die gozer de meest tergende 12 minuten van zijn leven gunnen. Ah, dat vind ik wel leuk. Waar Jocko staat, had ook even goed Wouter kunnen staan inderdaad. Ik zat er gisteren met Gravis over te praten. Misschien is het wel grappig om Wouter een schaduwreview te laten schrijven over FIFA. Van de ene pagina de review van Wouter en de tweede pagina de review van Gravis. Dat weten mensen die niet van voetbal houden ook. Wouter, hoe groot acht je je kansen bij het grote FIFA-toernooi aanstaande vrijdag? Vet. Je mag ook niet meedoen. Oké, Kevin Prak die zegt... Ik wil heel graag tegen Sineke spelen en de shalali shalala kont willen schoppen. Pats! Ja, ik snap niet waarom je dat in hemelsnaam zou willen, maar oké. Okay. Iemand die zegt, dit is wel grappig, Mozada is ook level 0. Ik zou tegen Badr Hari willen spelen, die verdient wel een pak slaag. En de enige mogelijkheid dat dat mij lukt, is met FIFA. Haha, ha. Pixel Warrior, dat ben je. En dit... Is de winnende Rambam Boterham. Wat gaat hij winnen? Wat gaat hij winnen? Die wint een middag FIFA spelen tegen de meest brute rappers van ons land in het Fresh Cotton toernooi. En je maakt kans op €250 check en een kopietje van FIFA natuurlijk. Sascha de Visser is erbij, Martin is erbij, Cheert, Grades, Kobus, ik ben erbij, Dino. Ja, Ed is er zelfs, Jan is er ook. Nou. En dat is gewoon allemaal puur voor de lol. Kunnen mensen die niet gewonnen hebben, kunnen jullie dat nog meekijken? Kunnen het zeker meekijken, want het is te zien op Twitch, op het spuur.nl/livekanaal. En dat begint om 4 uur. Oké, okay. En degene die met ons mee gaat doen, dat is Afonsia, die is level 6 en die zegt... Ik wil tegen een levende Cheert spelen, zodat ik hem eindelijk kan afstraffen. Hij zegt altijd tegen Gratis dat hij de koning is op FIFA 15 en dan wil ik eens even verandering inbrengen. Haha! Oké, okay, man. Challenge accepted. Pak je. Klootzak.